chaos en rende. Hallo, welkom. Welkom in de Efteling. Hallo, het is donker en zo. Krijgt het winkeltyfus. Nou goed, hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Barend, ook al always normal. En vandaag ben ik weer in de Efteling, want ik heb een Efteling pas gekocht. Ja, nu hoor je geluidjes, maar mensen om me heen kijken me aan en die horen dat geluidje niet. Dus. Die zien twee stille, juichende mensen. Yeah. Wauw. Ja? Ja, is heel mooi. Wauw. Is dat de Efteling? Wow. Nu ben ik wel een beetje bang. Oh wow, mooi beetje bang. Ik ben Barend. That one there was a violation, personally I wouldn't love it. Wij gaan als eerste in de Vogelrok, want he is gonna Vogelrok my world. Ja. Oh kut, maar wil je echt die grap maken? Ja, dat was de grap die ik wilde maken. Sorry. Luc, wil jij nog even wat zeggen? Abonneer op Almas Normal. Nee, op jezelf. Je staat op zijn kanaal. Toch? Oh, op Xlucky 27. Abonneer niet op mijn kanaal, want er staat niks op. Ik moet poepen. Sorry, ik zette hem uit, maar ik zet hem ook gelijk weer aan. Daar is de Scirocco. De nieuwe versie van de cupjes. En nog steeds is die eigenlijk precies hetzelfde, maar net iets anders. Ja, ik vind hem wel 100 keer mooier bij dit hele plein staan hoor, dan de vorige. Oké. Okay. Dit is ook aangepast. Doe het dan ook, joh. Oh ja, hier staan nu plantjes. Sorry Niels Kooijman, ik ga jouw Efteling vlog nu overnemen. Hier zijn plantjes geplaatst. En dan nu komt er een leuke edit van het park. Stormunice. Welkom bij Scirocco, de nieuwste attractie van de Efteling. Ja, we mogen er nu in en het wordt heel interessant. Want welk bootje wil jij kiezen, Barend? Niet die. Hallo piraten, we zitten in de boot. Hey. En we hebben sinaasappels en wijn. Dit is natuurlijk rum. Dit is helemaal geen wijn. Goos, het is gewoon een VIP-jacht. Wat wil je nou? We gaan hem zo separeren, hoor. Beter gaan we niet te hard draaien, dan word ik echt tering misselijk. Nee, Dion, nee. Dit gaat zo zwaar, ouwe. Hier, kom eens. Moet je maar eens proberen. Besef hoe zwaar dat is. Dat is echt niet normaal. Moet ik blijven filmen? Ja. Welkom bij Kotscan met Almost Normal. Oh, lekker ontspannend zo. Okay. Ik hoop dat jullie me nog kunnen verstaan. Oh, je gaat eigenlijk helemaal niet echt op. Hey. Oh, what the fuck? What the fuck? Oké, ik word duizelig. Ik ben blij dat ik ben geontmaagd. Waarom doe jij je shirt nu uit, Luc? Waarom doe je... What the fuck? Lekker warm is. Wat? Ik weet ook eigenlijk niet waarom ik nu ben gaan filmen. Nee, ja, daarom ben ik... Ik weet het ook niet. Ja, goed. Ik moet echt andere content gaan maken. Hallo, met Geraldine Huiver. Kan ik je weer niet aan heel? Eerst verbonden denk ik. Wij staan in de rij 2 ploeg B. Luc, klik gewoon even op de bank. Doe, klik gewoon. Klik dus. Nu staan we in de rij voor de... Joris en de draak. Daar gaan we nu heen. Stik even in je heugel. Oké, we staan dus nu in de rij. Baron was leuk. We hebben Baron al gehad. Vogelrok al gehad. Simbad gehad. Roodkapje gehad. Oh, jij hebt er ook kapje gedaan inderdaad. Hoe was dat? Heb je een kakje gedaan? Ja, ook. Dit is mijn spiegel. Kijk, zo'n lengte spiegel. Lijk ik langer. Ik ben nog steeds heel klein. Geweldig. Ik heb geen eens een vingerboordje meegenomen. Waarom? Daarom. Oké. Okay. Bellen. Dan eet je nou je frietjes op? Nee, ik vind ze niet lekker. Wat? Waarom eet jij je kaasvlees toch? Ja, ik wou die voor onderweg bewaren. Is het zo? Volgens collega van mij moet je een broodje kaassoufflé met saté saus hebben. We zijn nu weer door naar de andere attracties. Net lekker frietje gegeten. Het weertje is gelukkig. Zit het alweer, ja, het zit weer, het is wel beter. Het is ja. Droog nu. Ja, het is wel beter. Waar gaan we nu heen?
Denk Carnival Festival, omdat we net gegeten hebben. Nee, nee, nee. Als ik ergens een tyfus plus hekel aan heb, is het wel Carnival. Heb je nice zin, Jon? Ik wil dood. Zo stil, wat de fuck? En 1, 2, 3, 4. Enge drop hoor, hé. Ik ben vandaag voor het eerst in het volk van Laaf. Het is een poort waar jij normaal doorheen past en wij voor moeten bukken. Snap je, want je bent klein. Zo kom. Oh, kijk, dit is een crotshot, hé. Dan moet dat iets gebeuren. Wacht dit al, Bjorn. Hey, 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 gast! Draai me vast, don't worry. Ik ben een liefhebber van Efteling, ik sloop niet. Hij gaat niet meer vast. Ik vind wel dat je... Hey, kom, we gaan naar die chick zoeken, gast. Er zit hier toch ook ergens een chick? Ja, die moer. Die hoers? Nee, die moer. Oh. Wow, is dit dan waar zij is? Nee. Welkom bij Minecraft Parkour. Oh shit. Oh, die zit hier onder water. Deze staat ook onder water hier. Ik heb geen plots. Nee, ik heb dus één keer gehad op zoiets als dit. Hebben we in Simmel, hebben we dit ook. Ja, bij de voetbalveld. En Jesse die zei, haha, het zou echt kut zijn als je je sleutel in het plons. Sleutel in het water. No cap, is echt gebeurd. Oh, je kan hier ook van de glijbaan. Zullen we dat doen? Oh mijn god, jongen. Ik heb het vorig jaar gedaan, maar hoe weet ik niet. Ben je klaar voor? Ah! Zo hard. Daar komt Dion. We zitten nu in de droomvlucht. Wauw. 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 Wow. Oh, wauw. Oh, wauw. Oh, wauw. Oh, wow. Dion, waarom sla je tegen je telefoon aan? Omdat hij anders niet scherp stelt. Bam, 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 bam. Het is, kijk, het is, vandaag is het 25 februari, toch? Ja. En dat is eigenlijk niet echt het seizoen om naar de Efteling te gaan natuurlijk. Dus overal is het super rustig. 10 minuten wachten op de Joris en de Draak. 10 minuten wachten op de Baron. Python is gewoon doorlopen. We hebben super veel achtbanen gedaan. Luc is echt in een rare bui, jongen. Dat is echt niet geloven. Normaal niet. Het is gewoon altijd zo. Jongen, alsjeblieft, wil je meenemen. Maar ja, je hebt nu weer mij voor het blok gezet. Van, oh, kan Luc mee? En dan moet ik weer ja zeggen. Het is bijna 4 uur. Dion die moet zo meteen weg. Yay! Ik bedoel... Wij gaan dus nu nog voor de laatste keer even in de Baron. Dan gaan we Dion uitzwaaien. En jullie gaan nog naar de Spider-Man, de nieuwe Spooderman. De nieuwe Spooderleuk, man. Spooderman. Ik heb jullie trouwens ook al gevraagd op Instagram wat ik moest doen voor de vlog. Iemand zegt hoofd, schouders, knie en teen. Twee mensen zeggen geef Dion geld. Dat zijn die twee. En voor de rest, ja, voor de rest is het niet veel. What up? You know it. Heb je een YouTube? Ja, sowieso, man. Wat is je naam? Almost Normal. Wel lijpe patas, man. En toen ging Dion weg. Auw. Oh, we vieren feest, want Dion is weg. Waarom doe je dat ook gewoon? Om dat ding op mijn kop te zetten. Hey, kijk, ik heb een 70 jaar button gekregen. Superleuk. Echt super nice. Super nice. Super nice. Dus, ja, sta je dan met je hoedje en goed gedrag. Vincent! Hey Vincent. Hallo. Hey. Hoe is het? Ja, goed. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ja. Jij bent een... Maar wat je ook kan doen is... Hey, jij hebt nog geen hoedje, hè? Ik heb nog geen hoed. Ga je serieus? Master Vincent. Master Vincent. Wil jij mijn hoedje? Zeker. Ja. Oh mijn god. Wow. Dit officieel. Hij zei ja.
Nu gaan we trouwen. Officieel. Heb je een hoedje nu? Heb je ook al een pin? Ja, die heb ik. Die heb ik. Okay. Ja, ja, zeker. Maar ik miste het hoedje. Nou ben ik echt tevreden. Ja? Dankjewel. Waar gaan jullie nog in? Ik weet het niet. Okay. Waar gaan we heen? Ja, ik ben een hele groep hier. Ja. En kijk. Allemaal, dit zijn allemaal bekende mensen van Vincent's. Mijn groupie. Ja. Dat is echt mijn groupie. Oh, Fata Morgana. Dat hebben we nog niet gedaan. Hé, hey, mogen wij mee in de Fata Morgana? Want de Fata Morgana kunnen wel meer mensen in. En ik zou het heel leuk vinden als wij elke mee mogen. Doen we. Ja. Nooit yes. Overslaan. Als je op naar de Fata Morgana. Yes. De Fata Morgana. We gaan nu met z'n allen in de Fata Morgana. Ik mag gewoon mee met het groepje van Vincent. Dus Hessel, Jeffrey, iedereen gaat mee. Dat is wel cool. Kijk jij ook wel eens in de video's van Vincent? Nee. Snap ik. Nou goed. Jij Fata Morgana leuk? Oh, leuk. Ja, ik heb wel een oogje op Fata Morgana. Met wie ging je er ook weer in vorige keer? Ja, ik ging met mijn grootste simp / fan ging de vorige keer in de Fata Morgana. Oh, en is hij er ook uitgekomen? Zij. En ik zijn er wel gelukkig uitgekomen. Blauw. Oeh. Nee, wacht, dit klinkt heel verkeerd. Wacht, kijk het nou weer zo. Oh, dat weet ik niet. Ja. Vincent. Ze is 14. Ja. Het is nu 5:10. Beetje het einde. Lekker de zon in je gezichtje. Nee, daar staat dus Pardijn, Pardoes. Wie? Pardijn? Pardoes. Wie? Pardoes. Gordijn. Pardoes. Pardijn. Pardoes. Ik weet het niet meer. De koning heeft altijd gelijk. Bekend nu in penis. Spellen. Hoe zeg je dat? Spellen. Het is echt ineens heel stil. Oh, wow. Oh, de twinkeltypes. Is dat de hemel? Yo, mijn batterij is bijna leeg, dus ik hoop dat dit opgenomen wordt. Maar wij gaan nu lekker naar de uitgang. Leuk dag gehad bij de Efteling. Maar Luc en ik gaan nu naar de KFC en daarna gaan we naar Spider-Man. Dit is echt de langste bom die ik ooit heb gekregen. Deze bon is bijna de lengte van de hele tafel. Wow, nu zijn we ineens in de bioscoop. Had je niet verwacht, hè? Nu we net in de Efteling waren en zo. En nu zitten we gewoon in de bioscoop, joh. We gaan kijken naar de nieuwe Spider-Man. Yes. Ik denk dat dit wel een beetje het einde is van de vlog vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. We zitten niet eens meer in de Efteling en ik sluit de vlog af. Dus het slaat helemaal nergens op. Dankjewel in ieder geval voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik zeg like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later. Vitamin D.